Het heeft er nog het meest van weg dat Nederland geregeerd wordt door een sekte. Een Calvinistische, Puriteinse sekte. We mogen niet meer vliegen, we mogen geen vlees meer eten. We moeten vooral kinderloos blijven. We moeten tweedehands kleren dragen en insecten eten. D66-corrivé Barbara Baarsma presenteert alvast de volgende stap. Een persoonlijk CO2-budget. Als je een keer biefstuk eet, dan mag je niet meer vliegen. De rijke mensen kunnen dat dan weer kopen van arme mensen. De totale controlestaat ligt op ons te wachten. We moeten permanent boete doen voor ons koloniale verleden. Uiteindelijk moet ook de democratie worden afgeschaft, zo insinueren de klimaatwappies constant. Want onze planeet moet worden gered en daarmee moet haast worden gemaakt. Het is allemaal schuld en het is allemaal boete. Er kan geen lachje meer af. Steeds harder ook klinkt de roep andersdenkenden uit te sluiten. Professor Kinneging heeft allemaal gelijk als hij zegt: je mag zeggen wat je denkt als je maar hetzelfde denkt als iedereen. De afkeer van de democratie in elitekringen wordt steeds sterker. Het D66-krantje NRC had 2 weken geleden een hoofdartikel dat het allemaal samenvat. De vlag mag niet meer omgedraaid wapperen. Ongehoord Nederland moet van de buis en Twitter moet worden opgeschoond. Oftewel, het volk moet leren zijn muil te houden. Het plebs, de tokkies, de populisten, het Wilderstuig. Ze hebben er allemaal schoon genoeg van. En we zien die mentaliteit overal terugkeren. Van toenmalig minister Ollongren, die de verkiezingsuitslag niet wilde erkennen als de PVV wint. Want PVV'ers hebben geen beschaving en geen cultuur. We zien het aan de machtsoverheveling richting de EU. De wens van D66 en anderen om de klimaatnoodtoestand af te kondigen. De grondwet buitenwerking dus. Het inperken van onze burgerrechten ten tijde van corona. De campagne van dit ministerie tegen het zogenaamde nepnieuws. Oftewel informatie die de overheid niet goed uitkomt. Het instellen van EU versus Disinfo. Een geheime dienst die verkeerde informatie moet corrigeren. D66 dat blij is als journalisten die de waarheid berichten worden verwijderd van Twitter. Ik doel op de New York Post en haar onthullingen over de familie Biden. Of de partij die blij is dat Russia Today wordt verboden. D66-Kamerlid Bouke vindt dat de voorzitter van de Wereldbank weg moet. Zijn misdaad is dat hij te kritisch denkt over de klimaatideologie. Gisteren pleitte D66 nog voor het intrekken van het predicaat Koninklijke van Koninklijke Horeca Nederland. Deze belangenorganisatie toonde een dissidente houding rondom corona. En D66-staatssecretaris Oesloe gaat een veiligheidsdienst, de NCTV, een onderzoek laten doen naar de journalisten van Ongehoord Nederland. En ondertussen maar klagen over Hongarije en maar klagen over Polen. Ondertussen zijn onze scholen indoctrinatieinstellingen geworden waar jonge mensen worden omgevormd tot kindsoldaten van de klimaatideologie, de SDG's van de Verenigde Naties, de genderellende. Elke kunstinstelling moet van D66-minister van Engelshoven een diversiteitsverklaring ondertekenen, anders geen subsidie meer. Onder D66-leiding verkondigt de NPO nog maar 1 geluid, de links-liberale eenheidsideologie. En we zien het ook in de recente voorstellen, meestal van D66'ers. Geen reclame meer voor vlees in Haarlem. Geen posters op straat die kritisch staan tegenover de transgenderwet. D66-bestuurders die actie ondernemen tegen de omgekeerde Nederlandse vlag. Nederland is feitelijk een eenpartijstaat. GroenLinks tot en met de VVD zijn ideologisch met elkaar gefuseerd. Allemaal omarmen ze de heilige drie-eenheid. Klimaatsocialisme, eurofilie, massa-immigratie. Professor Leiphard, de grondlegger van de Nederlandse politicologie, sprak heel lang geleden al over kartelpolitiek. En dat is precies wat we zien. Sterker nog, het is inmiddels uitgelopen op netwerkcorruptie. De term is gemunt door wetenschapper mevrouw Slingerland, die het definieerde als ons kent ons, regeert het land. Zie de zwoele liefdesnachten van NPO-voorzitter, een D66er met de hoogste mediaambtenaar, bij wie ze ook lobbyt voor geld. De minister van Media is van D66, de staatssecretaris van Media is van D66, de hoogste ambtenaar van Media is van D66. Zie ook de innige banden van D66 met lobbykantoor Dreugen en Van Drimmelen. Zie de benoeming tot hoofd van de Raad van State van D66er Tom de Graaf door D66-minister Ollongren op aandringen van D66-leider Pechtold en na consultatie van de hoogste ambtenaar op dat ministerie, die is van D66. Mag ik langs deze weg ook Wouter Koolmees nog even feliciteren met zijn nieuwe baan, voorzitter. Hij is oud-minister van D66.
Hij heeft nog nooit een baan, hij heeft nog nooit een dag in het bedrijfsleven gewerkt, maar wordt nu topman van de NS. De Nederlandse spoorwegen hebben een omzet van 6,4 miljard. Na Rogier van Bokstol lijkt die plek gereserveerd voor D66'ers. De KLM-topvrouw is een D66'er, de voorzitter van VNO-NCW is een D66'er, de voorzitter van de Consumentenbond is een D66'er, de voorzitter van de Tweede Kamer. En straks wordt meneer Pechtold misschien nog de baas van Schiphol, hij is van D66. Stientje van Veldhoven gaf als D66-staatssecretaris subsidie aan een of andere klimaatclub. Vervolgens trad ze af en ging ze in dienst van juist die klimaatclub. De Rabobank wordt geleid door een D66'er. Deze voormalige boerenleenbank is meteen gestopt met leningen aan boeren nabij Natura 2000 gebieden. Bij de hoge ambtenaar zien we heel veel D66'ers. Via de Algemene Bestuursdienst, de ABD, worden die hoge ambtenaren constant doorgespoeld van ministerie naar ministerie. Onder de rechters bestaat de spreekwoordelijke oververtegenwoordiging van D66'ers. Het gevolg daarvan zien we in de uitspraken rondom Urgenda, Vluchtelingenwerk Nederland, etc.